بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Beste broeders en zusters, beste luisteraars, het is vanzelfsprekend dat de aqida, de islamitische geloofsleer en overtuiging, het meest kostbaarste bezit is van de moslim in dit wereldse leven. Immers, dit is zijn of haar werkelijke kapitaal. En het geluk in dit wereldse leven en ook in het hiernamaals kan alleen worden bereikt met een correcte en met een juiste aqida. En deze juiste geloofsleer of overtuiging, dat is de aqida van Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Zij volgen het ware pad en de juiste methodiek. Vanwege het simpele feit, beste broeders en zusters, dat de aqida van hun gebaseerd is en afstamt van de aqida van onze geliefde profeet, alayhi salatu wassalam, en van zijn metgezellen in het specifiek en alle vrome voorgangers in het algemeen. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wasallam: La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq. Er zal altijd een groep van mijn umma blijven bestaan die zich duidelijk begeeft op de waarheid. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amru Allah wa huwa kadhalik. Zij zullen niet geschaad worden door degenen die hun in de steek laten, totdat de zaak van Allah subhanahu wa ta'ala zal komen. En de geloofsovertuiging van Ahlus Sunnah, die is gevestigd op sterke fundamenten, op diep gewortelde stelregels. En degene die naar deze stelregels kijkt, naar recht en billijkheid voor hem en voor haar, zal het heel duidelijk worden dat deze aqida zuiver is, helder is, gevrijwaard van iedere innovatie of afgoderij of lusten en begeerten. En vandaag zal ik samen met jullie, met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala, stilstaan bij een aantal belangrijke stelregels in de geloofsleer en overtuiging van de moslim. En wanneer jij, beste broeder en beste zuster, je aan deze stelregels houdt, wanneer jij je vasthoudt aan deze belangrijke stelregels, dan zul jij met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala in dit wereldse leven beschermd worden tegen afgoderij, innovaties en lusten en begeertes. En je zult beschermd worden in het hiernamaals tegen de woede en de bestraffing van Allah subhanahu wa ta'ala. De eerste stelregel luidt: Masdar al-talaqi huma al-kitabu wa sunnah. Deze stelregel luidt dat de bronnen, de basisbronnen die een moslim moet raadplegen om zijn geloof of haar geloof uit te halen, dat zijn al-kitab, de Koran en de sunnah van onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam. En zoals de Koran een openbaring is, is de sunnah ook een openbaring. De Koran, dat zijn de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala. En de sunnah, uitgezonderd de ahadith al-Qudsi, zijn de woorden van de profeet alayhi salatu wassalam. Maar de inhoud en de betekenis, die komt van de Heer der werelden.
Allah subhanahu wa ta'ala zegt over de sunna, over zijn profeet alayhi salatu wassalam in surat An-Najm vers 3 en 4: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Hij spreekt, de profeet alayhi salatu wassalam, niet uit eigen begeerte. Het is slechts een openbaring die geopenbaard is. En de grote geleerde en mufassir Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullahu azza wa jal, hij zegt bij de uitleg van dit vers: وَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ السُنَّةِ وَحْيٌ مِنَ اللَّهِ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Hij zegt, dit vers bevestigt dat de sunnah een openbaring is van Allah subhanahu wa ta'ala aan zijn boodschapper alayhi salatu wassalam. En ook onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam heeft gezegd: Ala inni utitu al-Qur'an wa mithlahu ma'a. Voorwaar, Allah subhanahu wa ta'ala heeft aan mij naast de Koran een andere openbaring gegeven, zoals de Koran, namelijk de sunnah. En daarom is het zo, beste broeders en zusters, dat wij ons moeten realiseren dat Jibril alayhi salam, zoals hij neerdaalde voor de openbaring van de Koran op onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam, deed hij dat ook met de sunnah. Zoals Hassan ibn Atiyah rahimahullahu azza wa jal heeft gezegd: Kana Jibril yanzilu ala an-nabi sallallahu alayhi wasallam bis sunnah kama yanzilu alayhi bil Quran. Jibril alayhi salam, die daalde neer op de profeet alayhi salatu wassalam met de sunnah, zoals hij dit deed met de Koran. Ahlus sunnah wal jama'a, die wijken niet af van deze twee belangrijke bronnen, al Koran en de sunnah. Zij wijken geen haar breed af. De Koran en de sunnah, die vormen immers de basis en het hoofdfundament. En ahlus sunnati wal jama'a, die vertrouwen volledig hierop. Zij bewegen naar gelang de Koran en de sunnah bewegen. En zij stoppen naar gelang deze stoppen. De Koran en de sunnah vormen de startpunt voor de moslim. De uitgangspunt. En uiteindelijk ook het eindpunt waarnaar de moslim terugkeert. De Koran en de sunnah vormen de bewijsvoering voor de moslim en de uitrusting van de gelovige. De grootgeleerde Ibn al-Qayyim rahimahullahu azza wa jal, hij zegt hierover: Lam yu'assil Hizbullah wa rasulihi aslan ghayra ma jaa bihi ar-rasul. De partij of de groep van Allah en zijn boodschapper, ahlus sunnati wal jamaa, die hebben geen bron gefundeerd behalve datgene waarmee de profeet sallallahu alayhi wa sallam is gekomen. En datgene waarmee hij is gekomen, dat is al-Quran en de sunnah. فَهُوَ أَصْلُهُمْ. En dit vormt een basis, de basis, het hoofdfundament. الَّذِي عَلَيْهِ يُعَوِّلُونَ وَجُنَّتُهُمْ أَلَّتِي إِلَيْهَا يَرْجِعُونَ. Ibn Qayyim zegt, rahimahullahu azza wa jal, dat de Koran en de sunnah, datgene waarmee de profeet alayhi salatu wassalam is gekomen, die vormen de basis, de bronnen
waarop Ahlus Sunnah steunen. En die Ahlus Sunnah wal Jama'a gebruiken om voor bescherming wanneer zij hiernaar terugkeren. En daarom, beste broeders en zusters, wanneer wij kijken naar de geloofsovertuiging van Ahlus Sunnah, dan zien wij dat iedere zaak, klein of groot, gebaseerd is op een nas, op een tekst uit de Koran of uit de Sunnah. Zij vormen immers de bronnen voor ons. De gelovige die is verplicht om zijn geloof hieruit te halen. En de oprechte gelovige die weet 100% dat deze twee bronnen hem zullen redden in dit wereldse leven. Van de shirk, afgoderij, van el bida, innovaties, van el maasi, van zondes. En in het hiernamaals zal hij gered worden van de bestraffing en woede van Allah subhanahu wa ta'ala. Er zijn verschillende bewijzen voor deze stelregel. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in het hoofdstuk An-Nisa vers 59. Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. O jullie die geloven, gehoorzaam Allah en gehoorzaam de boodschapper en degenen onder jullie met gezag zijn bekleed. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. En als jullie over iets reden twisten met elkaar, wat is dan de verplichting? Voer het dan terug naar Allah en zijn boodschapper. Als jullie daadwerkelijk in Allah en de laatste dag geloven, dat is beter en leidt naar het beste einde. En er is een consensus onder de geleerden, beste broeders en zusters, dat een rad ila Allah, het terugvoeren naar Allah, dat betekent het terugvoeren naar zijn boek, naar de Koran. En een rad ila Rasul, het terugvoeren naar de boodschapper, daarmee wordt bedoeld het terugvoeren naar de sunna van de profeet alayhi salatu wassalam. Dus alle kwesties, wanneer wij hierover verschillen, dan hebben wij de verplichting om dit terug te voeren naar de Koran en naar de sunna. De grootgeleerde al-imam al-Sa'di, rahimahullahu azza wa jal, hij zegt bij de uitleg van dit vers: وَلَا يَسْتَقِيمُ الْإِيمَانُ إِلَّا بِهِمَا. De iman is niet correct alleen met de Koran en de Sunnah. فَالرَّدُّ إِلَيْهِمَا شَرْطٌ فِي الْإِيمَانِ. En het terugvoeren naar de Koran en naar de Sunnah bij geschillen is een voorwaarde van de iman. Vervolgens zegt hij: فَلِهَذَا قَال, want Allah subhanahu wa ta'ala zegt: إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Als jullie daadwerkelijk geloven in Allah en de laatste dag. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ لَمْ يَرُدَّ إِلَيْهِمَا مَسَائِلَ النِّزَاعِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَقِيقَةً بَلْ مُؤْمِنٌ بِالطَّاغُوتِ. Vervolgens zegt deze grote geleerde, al-imam al-Sa'di, dat dit vers bevestigt dat degene die bij geschillen niet teruggaat en terugkeert naar de Koran en naar de Sunnah, فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَقِيقَةً, in feite en in werkelijkheid geen gelovige is. بَلْ مُؤْمِنٌ بِالطَّاغُوتِ,
maar een gelovige in het taghut. En ook in het hoofdstuk An-Nisa, vers 65, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Maar nee, bij jou Heer, zij zullen niet geloven. Zij zullen niet daadwerkelijk geloven, totdat zij jou, o Mohammed, tussen hen laten oordelen over hun geschillen. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ. En vervolgens geen enkele vorm van weerstand in zichzelf ondervinden tegen datgene wat jij oordeelt. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. En zij zich daaraan volledig overgeven. Allah subhanahu wa ta'ala, in dit vers zweert hij bij het grootst, namelijk bij zichzelf. Dat je niet gelooft. Dat je niet daadwerkelijk gelooft, totdat jij oordeelt met de Koran en met de Sunna. En dat is niet alles, beste broeders en zusters. Dat jij ook accepteert het oordeel wat daaruit is gekomen. Dat je die accepteert met een opluchting in jouw borsten. Met de kalmte in jouw ziel. Met een innerlijke en een uiterlijke onderwerping. Zonder enig verzet. Zonder tegenspraak. En zonder weerstand. En met een volledige overgave. Ook een van de bewijzen, beste broeders en zusters, voor deze stelregel is vers 137 in hoofdstuk Al-Baqarah, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Als zij, de ongelovigen, dan geloven in het gelijke van dat waarin jullie geloven. En jullie slaat op de sahaba radiyallahu anhum. Dan zijn zij zeker rechtgeleid. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Maar als zij zich afwenden van de waarheid naar valsheid, dan verkeren zij slechts in verdeeldheid en in valsheid. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. Allah zal dan voldoende voor jou zijn tegen hen. Wa huwa as-sami'ul 'alim. En hij is de alhorende, de alwetende. Dit vers geeft aan, beste broeders en zusters, dat degene die niet gelooft in datgene waar de sahaba in hebben geloofd, namelijk de Koran en de Sunna, die is afgedwaald. Die is afgedwaald. Een ander bewijs vinden wij terug in het hoofdstuk Al-Qasas, vers 50, waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكْ. En als zij geen gehoor geven aan jou, فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. Weet dan dat zij slechts hun begeerten volgen. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. En wie is er verder afgedwaald dan degene die zijn begeertes volgt, zonder enige leiding van Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Voorwaar, Allah leidt het onrechtvaardige volk niet. En de grootgeleerde imam As-Sa'di, rahimahullahu azza wa jal, zegt over dit vers, Dalilun ala anna kulla man lam yastajib lirrasul wa dhahaba ila qawlin mukhalifin li qawlir rasul fa innahu lam yadhhab ila huda wa innama dhahaba ila hawa. Hij zegt, degene die geen gehoor geeft
aan de profeet alayhi salatu wassalam, aan de Koran en aan de sunnah, en een uitspraak neemt die indruist op de uitspraken van de profeet alayhi salatu wassalam, diegene die is niet naar de leiding gegaan, maar is naar zijn lusten en begeerten gegaan. En daarom, dit vers geeft ons eigenlijk twee wegen aan. De eerste weg, het volgen van de profeet, alayhi salatu wassalam. En dus het volgen van de Koran en de Sunnah. En de tweede weg is het volgen van al-hawa, van je lusten en begeerten. En degene die de profeet, alayhi salatu wassalam, volgt. Of beter gezegd, degene die de profeet, alayhi salatu wassalam, niet volgt. En dus niet de Koran en de Sunna volgt. Die volgt dus zijn hawa. En degene die zijn hawa volgt, die is afgedwaald. En ook uit de Sunna van de profeet alayhi salatu wassalam zien wij dat de profeet alayhi salatu wassalam heeft gezegd: taraktu fikum amreini len tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah. Ik heb twee zaken voor jullie achtergelaten. En wanneer jullie vasthouden aan deze twee zaken, zullen jullie niet afdwalen. De eerste zaak, het boek van Allah subhanahu wa ta'ala. En de tweede zaak, de sunna van de profeet alayhi salatu wassalam. De tweede stelregel, beste broeders en zusters, luidt: يجب التزام منهج السلف الصالح. Dit houdt in dat het een verplichting is voor iedere gelovige om de manhaj van de salaf as-salih te volgen. En wanneer wij spreken over as-salaf as-salih, dan wordt daarmee in eerste instantie de eerste drie generaties mee bedoeld, omdat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd: khayru nasi, en in een andere riwaya, khayru ummati, waarlijk, de beste onder jullie, de beste der mensen, of de beste mensen van mijn umma, qarni, mijn generatie, thumma alladhina yalunahum, vervolgens degene die hen volgen, thumma alladhina yalunahum, en daarna degene die hen weer volgen. Drie generaties. De eerste generatie is de generatie van de sahaba, van de metgezellen, radiyallahu anhum. De tweede generatie is de generatie van de tabi'een, van de volgers van de metgezellen. En de derde generatie, dat is van etba' tabi'een, de volgers van de volgers van de metgezellen, radiyallahu anhum. En Ahlus Sunnah, die geloven oprecht zonder enige twijfel dat het vasthouden en het volgen van de manhaj van de salaf as-salih verplicht is. En dus geen keuze is die aan jou voorgelegd zal worden. Je hebt hier geen keuze in. Het is een verplichting. En hiervoor zijn een aantal belangrijke bewijzen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in het hoofdstuk At-Tawbah, vers 119. Ya ayyuhalladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. O jullie die geloven, vrees Allah en behoor tot de waarachtige. En behoor, een bevel. En een bevel duidt een verplichting aan. En wie worden hiermee bedoeld? Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wie zijn deze sadiqin? Hierover zegt Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ma'a Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ashabihi. De profeet Muhammad alayhi salatu wa salam
en zijn metgezellen. En ook het vers wat wij net hebben gereciteerd in het hoofdstuk Al-Baqarah. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. Als zij, de ongelovigen, geloven in het gelijke van dat waarin jullie geloven, en jullie wordt mee bedoeld, zoals net gezegd, de sahaba, dan zijn zij zeker rechtgeleid. Dus Allah subhanahu wa ta'ala geeft ons hier een weegschaal aan. En die weegschaal, dat is de iman van de sahaba. Die maakt het onderscheid tussen leiding en dwaling. Tussen waarheid en valsheid. En ook uit de sunnah van onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam zijn er verschillende bewijzen voor deze stelregel. Een van die bewijzen is dat de profeet alayhi salatu wassalam heeft gezegd dat zijn umma zich zal splitsen in 73 groeperingen. Kulluha finnaar illa wahide. Allen zullen zij zich bevinden in het helfuur, behalve één. En toen zeiden de metgezellen, wa man hiya ya Rasulallah. En wie is die ene geredde groep? En toen antwoordde de profeet alayhi salatu wassalam, ma ana alayhi wa ashabi. Degene die mij en mijn metgezellen volgen. En ook de overlevering van onze profeet alayhi salatu wassalam, waarin hij zegt, fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira. Degene die van jullie zal leven, die zal heel veel meningsverschillen zien. Wat moet hij doen? Wat is de verplichting voor die persoon? Fa'alaykum bi sunnati. Houd je vast. En dit woord alaykum is een van de termen die wordt gebruikt op het moment dat iets verplicht is. Fa'alaykum bi sunnati. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Addu alayha bin nawajid. Houd je dus vast aan mijn sunna. En de sunna van de khulafa al-rashidin. Na mij. En bijt hierop. Niet met je voortanden, maar met de achterste kiezen. En ook, beste broeders en zusters, is er een ijma' overgeleverd over deze stelregel. Ibn Qudama, rahimahullahu azza wa jal, zegt hierover, ثَبَتَ وُجُوبُ اتِّبَاعِ السَّلَفِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْعِبْرَةُ دَلَّتْ عَلَيْهِ. Hij zegt, de verplichting om السلف te volgen is overgeleverd. Middels de Koran, middels de sunnah, middels de ijma' en ook het moraal en de leringen die duiden hierop. En een van de mooie woorden over dit onderwerp die ik graag met jullie zou willen delen. Woorden die je eigenlijk met goud zou moeten opschrijven. Woorden van de grote mufassir Ibn Kathir, rahimahullahu azza wa jal, bij het vers waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt, لو كان خيرا ما سبقونا إليه. Als dit iets goeds was geweest, dan zouden zij ons daarin niet zijn voorgegaan. Surat al-Ahqaf, vers 11. De grootgeleerde Ibn Kathir, rahimahullahu azza wa jal, zegt hierover, وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَ. Wat betreft أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول. Zij zeggen over iedere daad en uitspraak, لم يثبت عن الصحابة, die niet is overgeleverd door de sahaba, die de sahaba niet hebben gedaan, فهو بدعة. Dat is een innovatie. لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. Omdat als er iets goedheid in zat,
in die uitspraak of in die daad, dan zouden zij, de sahaba, ons hierin voor zijn gegaan. لِأَنَّهُمْ لَمْ يَتْرُكُوا خَصْلَةً مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ إِلَّا وَقَدْ بَادَرُوا إِلَيْهَا. Hij zegt, want zij hebben, de sahaba, geen eigenschap of geen goedheid van alle goedheden nagelaten, behalve dat zij zich hebben gehaast in het uitvoeren van deze goedheden. Prachtige woorden van deze grote geleerde, imam Ibn Kathir, rahimahullah azza wa jal, bij dit vers, vers 11 van Surat Al-Ahqaf. Dus beste broeders en zusters, pas op voor innovaties, zowel innovaties in de aqida of innovaties in de ibadah. En laat je niet misleiden door de beweringen van sommigen dat zij zeggen, ja, maar hoe kan Allah subhanahu wa ta'ala mij straffen voor het bidden bijvoorbeeld, of voor het gedenken van hem. Luister naar deze belangrijke uitspraak en verhaal van Sa'id ibn al-Musayyib. Deze imam is een van de grote imams van het tabi'in. Hij zag een keer een man na tolu' al-fajr. Die zag hij meer dan 2 raka'at bidden. En hij bleef heel lang de ruku' doen en de sujud in verschillende eenheden, in verschillende raka'at. Sa'id ibn Musayyib, rahimahullah azza wa jal, die ging naar hem toe en verbood hem om hiermee door te gaan. En toen zei die man tegen hem, ja, Aba Muhammad, ayu'adhibuna Allah ala salah? Zal Allah subhanahu wa ta'ala mij straffen voor het feit dat ik nu aan het bidden ben? En dit is het argument wat wij heel vaak horen bij mensen die met innovaties komen. En luister naar het antwoord van deze grote imam. Het antwoord die we als stelregel moeten implementeren in ons dagelijks leven. Hij antwoordde met de volgende woorden. La, hij zal jou niet straffen omdat jij aan het bidden bent. Walakin yu'adhibuka ala khilafi sunnah. Maar hij zal jou wel straffen op het moment dat jij in strijd handelt met de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. En daarom, beste broeders en zusters, moeten wij ons vereerd voelen om het pad van de metgezellen en van de salaf as-salih te volgen. Dit is een eer voor ons. Ibrahim al-Nakhai, rahimahullah azza wa jal, een van de imams van de tabi'een. Hij zegt, لو بلغني عن الصحابة أنهم لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزتو. Hij zegt, als mij het nieuws zou bereiken van de sahaba dat zij in het wudu een plek ter grootte van een nagel niet zouden overschrijden, dan zou ik die plek niet overschrijden. Subhanallah. Vervolgens zegt hij, وَكَفَى بِالْقَوْمِ وِزْرًا. En het is voldoende voor een volk dat zij een zonde begaan of een fout begaan. En تُخَالِفَ أَعْمَالُهُمْ أَعْمَالَ أَصْحَابِ نَبِيِّهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Het is voldoende voor een volk dat zij de fout maken, een zonde begaan, wanneer hun daden in tegenspraak zijn met de daden van de sahaba radiyallahu anhum. En de reden, beste broeders en zusters, voor het feit dat wij ons moeten vasthouden aan de menhaj van de salaf as-salih, is om 3 redenen. De eerste reden is omdat zij onder de mensen
alle mensen, uitgezonderd de profeten, de meeste taqwa hebben. De meeste godsvrees hebben. De tweede reden is omdat zij de meeste kennis hebben van de Koran en van de Sunna. En de derde reden is dat zij de meeste kennis hebben over de Arabische taal. En daarom, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu an, hij zegt hierover: Inna Allah nadara fi qulubi al-ibad. Allah subhanahu wa ta'ala, die keek naar de harten van de mensen, van zijn dienaren. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. En hij zag dat het hart van de profeet عليه الصلاة والسلام het beste hart was van alle mensen. فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. Vervolgens heeft hij hem uitgekozen voor de boodschap en hem gestuurd naar de mensen. Vervolgens zegt Abdullah ibn Mas'ud: Thumma nadara fi qulubi al-ibad. Vervolgens keek Allah subhanahu wa ta'ala naar de harten van de mensen. Ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Na het hart van de profeet alayhi salatu wa salam. Fawajada qulub ashabihi khayra qulubi al-ibad. En toen zag hij dat de harten van de sahaba de beste harten waren van zijn dienaren. فَجَعَلَهُمْ وُزَرَاءُ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. En toen heeft Allah subhanahu wa ta'ala hun aangesteld als steuners en degene die de profeet alayhi salatu wassalam hielpen. يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. En streden op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze manhaj, het vasthouden aan de manhaj van de salaf als salih, komt tot uiting in drie gebieden. Vooral als het gaat om de aqide. Het eerste gebied, als het gaat om de bewijsvoering. Als het gaat om hoe wij moeten omgaan met de bewijzen. Prefereren wij het verstand boven de religieuze teksten? Of gaan de teksten voor op het verstand? Hoe gaan wij om als er een zogenaamde contradictie of tegenspraak zou zijn tussen verschillende religieuze teksten? Hierin volgen wij, of is het voor ons verplicht om de manhaj van de salaf als salih te volgen. Tweede gebied is het begrip dat wij de teksten uit de Koran en uit de Sunna begrijpen op de manier die de salaf as-salih hebben begrepen. En het derde gebied, en neskut amma sakatu an, dat wij zwijgen over datgene waarover zij hebben gezwegen. En met name over de zaken die te maken hebben met al-ghaib. Met het verborgene. En daarom zegt Omar ibn Abdul-Aziz, rahimahullahu azza wa jal. Hij zegt, qif heithu waqaf al-qawm. Sta stil bij datgene waar de sahaba zijn gestopt. فَإِنَّهُمْ عَنْ عِلْمٍ وَقَفُوا. Immers, voorwaar, zij zijn gestopt. Niet omdat zij daarover onwetend zijn, maar aan ilmin, maar op basis van hun kennis zijn zij daar gestopt. Omdat zij weten dat wanneer zij hierover zouden praten, zij wellicht een zonde zouden begaan.
وَبِبَصَرٍ نَافِذٍ كَفُّوا. En zij weerhouden zichzelf om hierover te praten op basis van hun gezonde inzicht en begrip en visie. Omdat zij weten dat er geen goedheid in zit op het moment dat ze hierover zouden praten. De derde stelregel, beste broeders en zusters, die luidt: het dien kamil. Dat wil zeggen dat ons geloof, de religie, al-islam, is kamil, is compleet, is volledig, is voltooid in al haar facetten, in al haar vakgebieden. In al-aqida, in de geloofsovertuiging, in al-ibada, in de aanbidding, in al-akhlaq, in al-mu'amalat, hoe wij moeten omgaan met anderen. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft hiermee zijn gunst aan ons voltooid. En er is totaal geen behoefte aan iets anders, ook al is dit een hele kleine zaak. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in het hoofdstuk Al-Ma'ida, vers 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Op deze dag heb ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en mijn gunst aan jullie voltooid en de islam voor jullie uitgekozen als godsdienst. De grootgeleerde, al-imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullahu azza wa jal, zegt bij de uitleg van dit vers: وَلِهَذَا كَانَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ كَافِيَيْنِ كُلَّ الْكِفَايَةِ فِي أَحْكَامِ الدِّينِ وَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ. Hij zegt, daarom is het zo dat de Koran en de Sunna helemaal voldoende zijn voor ons in alle islamitische regelgevingen, in de basisfundamenten, maar ook in de vertakkingen. Vervolgens zegt hij, rahimahullahu azza wa jal, فَكُلُّ مُتَكَلِّفْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ فِي مَعْرِفَةِ عَقَائِدِهِمْ وَأَحْكَامِهِمْ إِلَى عُلُومٍ غَيْرِ عِلْمِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ وَغَيْرِ فَهُوَ جَاهِلٌ مُبْطِلٌ فِي الدَّعْوَاهِ. Hij zegt vervolgens, degene die beweert dat het noodzakelijk is voor de mens wanneer hij iets wil weten over de aqida of over een andere islamitische regelgeving, dat het voor hem noodzakelijk is om kennis te nemen of te zoeken die niet voorkomt in de Koran of in de Sunna, zoals ilmul kalam. En ilmul kalam, dat is een bepaalde wetenschap die hun aqida baseert op een aql. Datgene wat in overeenstemming is met hun aql, dat wordt geaccepteerd. En datgene wat niet in overeenstemming is met hun aql, dat wordt verworpen. Degene die dat doet, فَهُوَ جَاهِلٌ مُبْطِلٌ فِي دَعْوَى. Dat is een onwetende. Iemand die valsheid beweert in zijn bewering. وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ الظُّلْمِ والتجهيل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. En dit is een van de grote vormen van onrecht en van onwetendheid jegens Allah subhanahu wa ta'ala en zijn boodschapper. Dus onze religie is voltooid, is volledig. En er is geen mejaal, geen plek om iets toe te voegen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in het hoofdstuk An-Nahl, vers 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Wij hebben aan jou het boek, de Koran, neergezonden als verduidelijking voor alle zaken. Voor alle zaken. En als leiding, genade en verheugende tijding voor de moslims. Al het goede, klein of groot, is voorgeschreven. Dus Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier, en wij hebben aan jou het boek, de Koran, neergezonden als verduidelijking voor alle zaken
en als leiding, genade en verheugende tijding voor de moslims. Dus al het goede, klein of groot, is voorgeschreven. En daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khayri ma ya'lamu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in deze overlevering dat elke profeet voor hem, dat het voor hem verplicht was om zijn umma te wijzen naar elke goedheid die hij weet, die hij kent. En hun waarschuwt voor elke vorm van kwaadheid die hij kent. En elke profeet, of er is geen één profeet die tekort heeft geschoten in zijn plicht. Die zijn da'wa heeft verzuimd in het verduidelijken van het goede en haar paden. En het verduidelijken van het slechte en haar wegen. En als dit het geval is met alle profeten voor onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam, hoe zal het dan zijn met de beste der profeet, onze geliefde profeet alayhi salatu wassalam? Alles is voorgeschreven. Zelfs die zaken die sommige verbaasd laat doen staan. Er kwam een keer iemand naar Salman al-Farisi, radiyallahu an. En toen zei hij tegen hem, قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَ. Heeft jullie profeet daadwerkelijk jullie alles geleerd? Zelfs al-Khira'a. Al-Khira'a betekent, beste mensen, de manier van je behoefte te doen. En toen antwoordde Salman al-Farisi radiyallahu an, ja zeker, ajal, laqad nahana an nastaqbil al-qibla li gha'itin aw bawl aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqal min thalathati ahjar. Tot de laatste woorden van deze overlevering. Ja zeker, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft ons verboden om bij het urineren of ontlasten ons te wenden tot de qibla. Of om met de rechterhand te reinigen. En hij heeft ons ook verboden om ons te reinigen met minder dan 3 stenen. Tot de laatste uitspraak in deze overlevering. En als zulke zaken al zijn voorgeschreven voor ons, beste broeders en zusters, hoe zal het dan zijn met de hoofdfundamenten, met de aqida en met de ibadat? En daarom, deze stelregel is niet alleen maar een hoofdfundament, maar is ook een stelregel die Ahlus Sunnah gebruikt om de mensen van de innovaties te weerleggen. Luister naar deze prachtige woorden van onze imam, al-imam Malik, rahimahullahu azza wa jal. Hij zegt, men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana, فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Degene die een innovatie creëert of introduceert in het islam en deze ziet als een hasana, als iets goeds. فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Die beweert in feite dat de profeet alayhi salatu wassalam zijn risale heeft geschonden, heeft verraden. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, vandaag heb ik voor jullie godsdienst en religie voltooid. فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. En datgene wat niet tot de religie behoorde in die tijd, in de tijd van de profeet alayhi salatu wassalam, in de tijd van de metgezellen, zal nooit tot het geloof behoren, ook vandaag de dag niet.
Prachtige woorden van deze grote imam, al-imam Malik, rahimahullahu azza wa jal. En iedere persoon die iets wil toevoegen aan deze religie, of het nou in al-aqida is, of in al-ibada, en beweert dat hij hiermee dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala wil komen, die moet een van de twee volgende zaken bevestigen. 1. Of hij zegt dat de profeet alayhi salatu wassalam deze zogenaamde goedheid wist, maar verborgen heeft gehouden voor ons. Wahasha. Want Allah subhanahu wa ta'ala zegt: Ya ayyuhar rasool, belligh ma unzila ilayka min rabbik, wa in lam taf'al, fama ballaghta risalata. O boodschapper, verkondig datgene wat door jouw Heer aan jou is neergezonden. En wanneer jij dit niet doet, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, dan heb jij zijn boodschap niet verkondigd. En de tweede zaak die hij zou moeten bevestigen, is dat de profeet alayhi salatu wassalam onwetend hierover was. Over deze toevoeging. Geen kennis hierover had. En deze persoon die dit claimt, die heeft wel deze kennis. En dit is een verloochening van de belangrijke overlevering waarin de profeet alayhi salatu wassalam zegt: Inna atqaakum wa a'lamakum billah ana. Degene die de meeste godsvrees heeft en de meeste kennis heeft over Allah subhanahu wa ta'ala, dat ben ik. Dat zegt de profeet alayhi salatu wassalam. En een van de mooie verhalen die ik met jullie wil delen hierover is een debat wat heeft plaatsgevonden in ozo die belangrijke en gevaarlijke fitne die in de boeken is gegaan als de fitne van Ghalq al-Qur'an. Wij weten, beste broeders en zusters, dat de Qur'an de woorden van Allah subhanahu wa ta'ala zijn. En in die tijd werd de valse bewering gedaan dat de Koran makhluq, geschapen zou zijn. En natuurlijk denken wij allemaal aan die grote imam, al-imam Ahmed, rahimahullahu azza wa jal, die standvastig was gebleven in deze grote fitne, die zich vooral kenmerkte dat ook de regeringsleiders deze valselijke en gevaarlijke bewering overnamen en de geleerden van Ahlus Sunnah dwongen om dit uit te spreken en de mensen hierna uit te nodigen. Er vond een mooi debat plaats tussen een geleerde van Ahlus Sunnah en tussen een van de grote geleerden van Al-Mu'tazila, Ahmed ibn Abi Duat, die dus deze mening had dat de Koran makhluq was. Een bewering die een grote vorm van koffer is. En dus de regeringsleider op dat moment, Al-Wathiq, die liet hem in discussie gaan, of in de debat gaan met iemand van Ahlus Sunnah. En deze persoon, deze sheikh van Ahlus Sunnah, die zat vast, eerst in de gevangenis. Hij liet hem vrij om in debat te gaan met deze Mu'tazili Ahmed ibn Abi Duat. En hij stelde hem de volgende vraag: خبرني عن هذا الأمر الذي تدعو الناس إليه. Vertel mij over deze zaak, over deze bewering dat de Koran makhluq is. أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Is het iets waarna de profeet صلى الله عليه وسلم heeft uitgenodigd? En deze, die geleerde van al-Mu'tazila Ahmed ibn Abi Duat, die zei nee. فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده. Is het misschien iets waarna Abu Bakr heeft uitgenodigd? Hij antwoordde nee. فشيء دعا إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه بعدهما. Is het misschien iets waarna عمر ابن الخطاب رضي الله عنه heeft uitgenodigd? Hij antwoordde nee. بع عثمان إدم ديتو. Hij antwoordde nee. Bij Ali radiyallahu an antwoordde hij ook nee. En toen zei deze sheikh van Ahlus Sunnah: Shay'un lam yad'u ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa la Abu Bakr, wa la Umar, wa la Uthman, wa la Ali radiyallahu anhum, tad'u anta
ilayhi nas. Iets waarna de profeet sallallahu alayhi wa sallam niet heeft uitgenodigd. Abu Bakr ook niet. Umar ook niet. Uthman ook niet. Ali ook niet. Maar jij doet dit wel. Leysa yakhlu an taqul. Er zijn twee opties voor jou mogelijk. Alimuhu aw jahilu. Of jij bevestigt dat zij dit wel wisten. Dat de Koran makhluq was. Of dat zij hierover onwetend waren. فَإِنْ قُلْتَ عَلِمُوهُ وَسَكَتُوا عَنْهُ وَسِعَنَا وَإِيَّاكَ مِنَ السُّكُوتِ مَا وَسِعَ الْقَوْمُ. Wanneer jij zegt, zij wisten hierover, maar zij hebben hierover gezwegen, dan is het voor ons voldoende, voor ons en ook voor jou voldoende, om hierover te zwijgen. فَإِنْ قُلْتَ, maar als jij zegt, جَهِلُوا, zij waren hierover onwetend, en jij wist het, وَعَلِمْتَهُ أَنْتَ, en jij wist het. فَيَا لُكَعْ إِبْنُ لُكَعْ. En deze term, of deze uitdrukking in het Arabisch, dat, die wordt gebruikt om iets, om te laten zien dat, je, dat dit echt tot dwaasheid behoort. Dat je dit afkeurt. Vervolgens zei hij tegen hem, يَجْهَلُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدُونَ شَيْئًا وَتَعْلَمُهُ أَنْتَ وَأَصْحَابُكَ. Iets wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam onwetend over is. En ook de khulafa al-rashidun. En jij en jouw vrienden hebben die kennis. En al-wathiq, die regeringsleider, die stond erbij bij het debat. En die sprong van zijn stoel. Deed vervolgens een stuk kleding in zijn mond. En lacht. Hij wist dat die persoon, en dat was een van zijn grote geleerde in die tijd, en ook zijn rechterhand, dat hij geen kant op kon. En toen zei hij tegen de mensen die voor hem werkten, zei hij, geef deze sheikh zijn nefaka, zijn geld, en laat hem vrij. Want hij wist dat dit, dat er geen andere mogelijkheid was, behalve die twee mogelijkheden die hij liet zien. De vierde stelregel, die geeft aan, het teslimu linnusus, wa adamul i'tiradi alayha, wa adamul khawdi fil ghaybiyati minha bil aql. Deze stelregel, beste broeders en zusters, is heel erg belangrijk. Hier draait het om dat wij de nusus, de teksten uit de Koran en uit de Sunna, volledig accepteren. Zonder enige weerstand of verzet. En dat wij in de zaken van al-ghaib, de zaken die Allah subhanahu wa ta'ala voor ons verborgen heeft gemaakt, dat wij niet hierin gaan graven. En het overgeven, het teslim linnusus, het overgeven aan de teksten van de Koran en de Sunna, beste broeders en zusters, dat kan alleen maar plaatsvinden op het moment dat jij voldoet aan 5 voorwaarden. En jij kunt je niet begeven op een correcte religie, op een juiste geloof, alleen met een teslim, met een duidelijke overgave, die voldoet aan deze 5 zaken. De eerste zaak is dat jij de berichtgevingen uit de Koran en uit de Sunna beantwoordt met een tasdiq. Met het feit dat je hierin gelooft, oprecht gelooft, zonder enige vorm van twijfel of zonder verloochening. Geloof. En met een rustgevende of geruststellende en rustgevende gevoel in jouw hart. Of deze berichtgeving overeenkomt met jouw verstand of niet. Net of jij dit letterlijk met je eigen ogen ziet. Zo moet deze overgave zijn. De tweede voorwaarde is dat jij de zaken uit de Koran en uit de Sunna
de geboden en de verboden, dat je die beantwoordt met een verplichting. Met een naleving. Zonder hierover een ongemakkelijk gevoel te hebben. Zonder hierover te twisten. Wanneer een gebod of een verbod naar jou komt, weet dan dat Allah subhanahu wa ta'ala jou aanspreekt. En weet dan met jouw hart dat het verplicht is voor jou om dit na te leven. Met jouw hart en vervolgens dit te laten vertalen in jouw ledemaat. En zeg niet, waarom heeft Allah subhanahu wa ta'ala dit voor ons verplicht gemaakt? Was het niet beter geweest dat het niet verplicht voor ons zou zijn geweest? Leert al-hikma ons niet dat dit in strijd zou zijn met al-hikma? Laat deze misleidende beweringen en geef je over aan deze geboden en verboden. De derde zaak is dat je de qadr, de voorbeschikking van Allah subhanahu wa ta'ala, beantwoordt met sabr. En met een tevredenheid over Allah subhanahu wa ta'ala. Zonder enige vorm van tegenspraak, of ongenoegen, of onvrede, of ergernis. De vierde zaak is dat je in meningsverschillen terugkeert naar de Koran en naar de Sunna, zoals wij eerder hebben gezien. En dat je het oordeel hieruit haalt en dat je tevreden bent met dat oordeel. En de vijfde zaak is dat je de wahi, de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala, de Koran en de Sunna, voor laat gaan op elke andere uitspraak of madhab of verstand of een politieke stroming of je lusten en begeerten. De openbaringen die gaan altijd voor. Beste broeders en zusters, deze teksten uit de Koran en de Sunna mogen wij nooit tegenspreken. Ook al zouden deze ogenschijnlijk in tegenspraak zijn met het verstand. En de zaken van al-ghaib, ga daar niet diep op in. Wat onze al-aql, een oprechte aql, een oprecht verstand, een intellect, die leert ons juist dat er geen ruimte hierin is. Want onze aql is begrensd, is beperkt. En daarom zeggen de geleerden dat er slechts drie wegen zijn voor ons om iets te kunnen bevestigen. Om iets tot ons te nemen. De eerste is al-mu'ayyana. Is dat je iets met je eigen ogen aanschouwt. De tweede weg is al-muqayyasa. Dat je iets niet ziet met je eigen ogen, maar wel datgene wat erop lijkt met je eigen ogen aanschouwt. En de derde, beste broeders en zusters, is al-ghabar. Is een berichtgeving. Met de voorwaarde dat deze berichtgeving betrouwbaar moet zijn. En wanneer wij deze wegen toepassen op de zaken van al-ghaib, of het nu gaat om de sifat van Allah subhanahu wa ta'ala, of de zaken omtrent al-akhirah, dan zeggen wij over weg 1, bijvoorbeeld over Allah subhanahu wa ta'ala, wij hebben hem niet gezien. Weg 2, wij hebben niet iemand gezien die op hem lijkt. Hasha, leise ke mithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir, zegt hij over zichzelf. Er is niets aan hem gelijk. Wat blijft er dan over? Al-ghabar. En hier moeten wij bij stilstaan. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft zijn profeet alayhi salatu wa salam geprezen hierover. In het surat At-Takwir vers 24. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ. En hij, Mohammed alayhi salatu wa salam, houdt geen kennis achter over het onwaarneembare. En bidanin betekent غَيْرُ بَخِيل. Dus hij is niet gierig geweest over de mensen alle zaken te leren die hij kent.
En er is een andere qira'ah, bi-dhanin. En dat betekent ghayru muttahim. Ey, je kunt hem niet beschuldigen van het feit dat hij iets heeft achtergehouden. Over datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala hem aan hem heeft geopenbaard. Dus hij is niet begiel. Hij is niet muttahim. Dus wat blijft er over, beste broeders en zusters? Hij is betrouwbaar. Hij is me'moon. En wat deze zaak, wat nog meer duidelijkheid schept, is dat wij alleen binnen de grenzen van onze vijf zintuigen, de oren, de tong, de neus, huid en de ogen, het horen, het proeven, het ruiken, het voelen en het zien, bepaalde dingen kunnen bevestigen. En de zaken van al-ghayb, die stijgen daarboven uit, beste broeders en zusters. De vijfde stelregel is al-akhdhu bi jami'in nusus wa dar'u at-ta'arudi baynaha. Deze stelregel die luidt dat wij alles moeten nemen van alle nusus, van alle religieuze teksten. En de ogenschijnlijke onderlinge tegenspraak afwenden. Beste broeders en zusters, Ahlus Sunnati wal Jama'a zijn het unaniem over eens. En 100% van overtuigd dat er geen tegenstrijdigheid is tussen de verschillende nusus. Er is geen contradictie. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hierover in hoofdstuk An-Nisa, vers 82. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِي غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. En als het van een ander dan Allah afkomstig was geweest, dan zouden zij daarin zeker vele tegenstrijdigheden hebben gevonden. En daarom zegt de grote imam van Ahlus Sunnah, Ibn Khuzaymah, radiyallahu an. Hij zegt, لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين. Hij zegt, ik ken niet dat er over de profeet عليه الصلاة والسلام dat er twee overleveringen zijn die allebei authentiek zijn en die elkaar tegenspreken. Vervolgens zegt hij, فمن كان عنده فليأتني به لأؤلف بينهما. En als iemand dat wel heeft, laat hem naar mij toekomen en dan zal ik die nusus, die berichtgevingen samenbrengen, net of het één geheel is. En een van de voorbeelden hiervoor, beste broeders en zusters, is het volgende voorbeeld. We zien in sommige overleveringen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam heeft gezegd, La yadkhulul jannah namam of mudminu khamr. Of qati'u rahim. De jannah, het paradijs, een namam zal hem niet binnentreden. Of iemand die zijn familiebanden verbreekt, zal hem niet binnentreden. Of iemand die verslaafd is aan gammer, zal deze niet binnentreden. Terwijl wij allemaal weten, beste broeders en zusters, dat een zondaar, zolang hij op het tawhid sterft, uiteindelijk het paradijs zal binnentreden. En daar zijn verschillende bewijzen voor, zoals de hadith van de Shafi'a. Is er sprake van tegenspraak, van contradictie tussen deze belangrijke stelregel en tussen deze overleveringen die ik net heb genoemd? Beste broeders en zusters, wij moeten ons 100% realiseren dat er totaal geen enkele vorm van tegenspraak is. En degene die denkt dat er tegenspraak is, die moet bij zichzelf te raden gaan. Die moet zijn al-aql beschuldigen. Want er is één ding die staat buiten kijf. En die staat als een paal boven water. Dat er geen tegenspraak en contradictie is tussen de verschillende overleveringen. En iedere persoon die Allah vreest en de religieuze teksten verheerlijkt en Allah subhanahu wa ta'ala om leiding vraagt, voor hem zal het heel makkelijk zijn.
Allah subhanahu wa ta'ala zegt in surat An-Nahl, vers 104, Inna alladhina la yu'minuna bi ayatillah, la yahdihimullah, wa lahum adabun alim. Voorwaar, degene die niet in de tekenen van Allah geloven, Allah zal hen niet leiden en voor hen is er een pijnlijke bestraffing. Met andere woorden, Inna alladhina yu'minuna bi ayatillah, degene die wel geloven in de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala zal hun leiden. En daarom een belangrijke stelregel voor ons als gelovigen. Geloof en Allah subhanahu wa ta'ala zal jou leiden. Het antwoord op deze mogelijke contradictie is het volgende, beste broeders en zusters. En ik heb al gezegd, er is geen contradictie en er is geen tegenspraak tussen deze overleveringen. De overleveringen waarin de profeet alayhi salatu wassalam heeft gezegd, La yadkhulul jannah namam. Hiermee wordt bedoeld dat de profeet alayhi salatu wassalam, hij heeft ontkend dat degene, een namam, wanneer hij hierop sterft, en natuurlijk sterft op het tawhid, dat hij het paradijs niet rechtstreeks zal binnentreden. Hij heeft niet ontkend dat hij nooit het paradijs zal binnentreden. Maar met de eerste groep, degene die rechtstreeks naar het paradijs zullen gaan, dat is ontkend in die overlevering van de profeet alayhi salatu wassalam. En daarbij komt nog kijken, en dit is ook heel erg belangrijk, dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gezegd, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi. Allah subhanahu wa ta'ala heeft, of vergeeft degene niet die deelgenoten aan hem toekent. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maar hij vergeeft de rest, dus alle andere zondes, aan degene voor wie hij wil. Dat wil dus zeggen, beste broeders en zusters, dat degene die sterft, als bijvoorbeeld een namam, of als iemand die zijn familiebanden verbreekt, of als iemand die verslaafd is aan alcohol, dat het zo kan zijn dat hij wel rechtstreeks naar het paradijs zal gaan, omdat Allah subhanahu wa ta'ala hem hiervoor vergeeft. Dus of hij zal niet in eerste instantie het paradijs binnentreden, maar eerst naar de hel, of Allah subhanahu wa ta'ala zal hem begunstigen en zal hem die zonde vergeven en hem wel rechtstreeks het paradijs laten binnentreden. En hierbij is die hele zogenaamde contradictie en tegenspraak, die is helemaal vernietigd. De laatste stelregel, beste broeders en zusters, die houdt in Dar'u at-ta'arudi bayn al-aql wa al-naql wa 'inda tawahhumi at-ta'arud yuqaddamu al-naql wa yuttahamu al-aql. Deze stelregel die luidt dat elke zogenaamde contradictie tussen al-aql, het verstand, en de naql, een berichtgeving uit de Koran of uit de Sunna, dat die wordt geëlimineerd. Dat die wordt afgewend. En wanneer er sprake zou kunnen zijn van een contradictie, dan gaat de naql altijd voor. Dus de berichtgevingen uit de Koran en de Sunna, die gaan voor op het verstand. Beste broeders en zusters, Ahlus Sunnati wal Jama'a zijn het stellig over eens, en dit is heel erg belangrijk, beste broeder en zuster, dat een naql sahih, een authentieke berichtgeving, dus of een vers, of een authentieke overlevering van de profeet, alayhi salatu wassalam, dat het onmogelijk is dat die het juiste verstand tegenspreekt. Dat is onmogelijk. Het verstand, al-aql, bij ahlus sunnati wal jama'a, dat is datgene wat de nas bedient. En het is niet iets wat concurreert met de berichtgevingen uit de Koran en uit de Sunna.
De nas, dat is als het ware de imam. En de l'aql, dat is de l'ma'moom. Degene die de imam volgt. En wanneer iemand zich inbeeldt of die illusie heeft dat er sprake zou kunnen zijn van contradictie, dan zijn er slechts drie mogelijkheden. De eerste, dat de naql niet sahih is. Dat wil zeggen dat de overlevering niet authentiek is. De tweede, dat de naql niet op de juiste manier wordt begrepen. En de derde mogelijkheid, dat de aql niet juist is. Dat er een tekortkoming is in het verstand. Dat het verstand het niet juist heeft begrepen. En daarom in onze religie, beste broeders en zusters, en dit is ook heel belangrijk om te weten, zijn er zaken, en vooral zaken die te maken hebben met al-ghaib, die onze uqul perplex en verbijsterend doen laten staan. Maar het is onmogelijk dat de sharia met iets komt, ook in de zaken van al-ghaib, van iets waarvan de aql zegt, dit is onmogelijk. Dat kan niet. Ik geef jullie een voorbeeld. We hebben vorige keer het gehad over al-Masih al-Dajjal. En dit is ook het geloven in iets wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons verborgen heeft gemaakt. We hebben toegezien dat er een authentieke overlevering is in Sahih Muslim, waarin een van de metgezellen al-Masih al-Dajjal heeft gezien, met hem heeft gesproken. In al die tijd leeft hij. Dit is iets, wanneer iemand die overlevering leest, staat hij perplex. Het is verbijsterend. Maar als ik jullie de vraag stel, een eerlijke vraag, is dit onmogelijk? Dan is het antwoord natuurlijk nee. Al-aql, en juist al-aql, zou ons dan het antwoord geven dat dit niet onmogelijk is. Een ander voorbeeld, Ya'juj wa Ma'juj. Ook een van de tekenen van de dag des oordeels. Twee enorme volkeren. Niet één persoon zoals bij de Messias al-Dajjal, maar dit zijn volkeren misschien met miljoenen mensen die onder de grond aan het graven zijn. Er zijn verschillende berichtgevingen hierover in de Koran en in de Sunna. Wanneer iemand deze leest, staat hij perplex. Maar wanneer ik jou de vraag stel, jouw aql, geeft hij jou aan dat dit mogelijk is of onmogelijk, dan zal jij tegen mij zeggen, nee, dit zou mogelijk kunnen zijn. Jibril alayhi salam heeft 600 vleugels. En ga zomaar door. Dus onze sharia is met zaken gekomen wat onze verstanden perplex heeft doen laten staan. Maar het is onmogelijk dat de sharia met zaken komt waarvan de aql met zekerheid kan zeggen, dit is mogelijk. Het is onmogelijk dat de aql zou zeggen, dit is onmogelijk. En daarom een van de mooie boeken, en belangrijke boeken hierover, is het boek van Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, met als titel Dar'u Ta'arudi al-Aql wa-Naql, waarin hij degene weerlegt en de misvattingen en hun shubuhat weerlegt van degene die van mening zijn dat er contradictie zou kunnen zijn tussen al-Aql en al-Naql, en dat zij hierbij hun al-Aql boven plaatsen op een naql, omdat dit zogenaamd de basis zou moeten zijn. Maar Ahlu Sunnati wal Jama'a, beste broeders en zusters, die geven een aql de plek die hij verdient, zonder deze helemaal te negeren en te verwaarlozen, maar ook zonder te overdrijven en niet deze te plaatsen boven de Koran
en boven de sunna. Want de aql is beperkt. Zoals jouw ogen, het zicht ook beperkt is. Wanneer jij geen zonlicht hebt, of een lamp bij jou in de buurt, zul jij niets kunnen zien. Alleen met de noor van de shams, met het licht van de zon, of van de lamp, zul jij iets kunnen zien. En dit is ook het geval bij al-aql. Al-aql zal de hidaya, de leiding, niet werkelijk kunnen zien, pas op het moment dat hij wordt gekoppeld aan het licht van de Koran en aan het licht van de sunna van de profeet alayhi salatu wassalam. Dit zijn een aantal belangrijke stelregels als het gaat om de aqida van de moslim. Ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons meer inzicht hierin te geven. En ik vraag Allah subhanahu wa ta'ala om ons meer profijtvolle kennis te schenken. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين